De klassieker in het Nederlandse mannenvoetbal houdt de gemoederen al enige tijd bezig. Maar dit weekend staat ook de nieuwe klassieker in het vrouwenvoetbal op het programma. Nummer 2 Ajax ontvangt nummer 3 FC Twente. En dat is een wedstrijd met grote belangen. Het wordt wel een van de belangrijkste wedstrijden van dit seizoen. Ik denk als je nu naar de stand kijkt, staan we nu 4 punten los op Twente. En mocht je vrijdag winnen, dan kom je op 7 punten te staan. Ik denk dat je dan een hele grote stap maakt naar het Nederlands kampioenschap. Wat is dat het belang van deze wedstrijd? Ja, ik denk dat dat wel iets heel belangrijks is. Dat je weet dat je gewoon nog meer kan uitlopen en dat het wel cruciaal is. Want ook stel Twente pakt punten, dan komen we weer op 1 punt en dan wordt het weer heel erg spannend. En ja, als we hier gewoon die 3 punten pakken, hebben we het in eigen hand om die Champions League ticket binnen te halen. Want naast druk houden op koploper Standaard Luik, staat de topper vooral in het teken van wie het beste team van Nederland wordt. Met als beloning deelname aan de Champions League volgend seizoen. FC Twente lijkt daarvoor de enig overgebleven concurrent. Er zijn nog heel veel wedstrijden te spelen hoor, maar het is wel zo dat je een enorme stap zet. Ja goed, en het is eigenlijk voor ons is de directe concurrent Twente natuurlijk. En niet Standaard Luik, want die kunnen hun eigen ticket verdienen. Ja, die kunnen wij ook verdienen, maar dan moeten we wel boven Twente eindigen. Wat kijk je dan misschien toch nog meer naar dat ticket van de Champions League dan ja, van die uiteindelijke schaal van de Benelux? Ja, je wil in eerste instantie natuurlijk kampioen worden overal. Maar goed, als je dan moet kijken naar de belangen, dan is het wel zo dat je liever kampioen van Nederland wordt. Waarbij je dan misschien tweede in de competitie wordt, achterstandig Luik. Maar goed, dat zij dan zo. De insteek is uiteraard kampioen Benelux. En als dat betekent dat we dan boven en Standaard Luik en Twente eindigen, ja, prima. Ajax kende vrijdag een uitstekende herstart van de Benelux met een 2-0 zegen op Gent. En na een goede trainingsweek heeft Engelkes alle vertrouwen in zijn team. Wij staan er goed voor. We zijn klaar. Nou ja, goed, het leeft. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. Maar daar hebben we ongelooflijk veel zin in. Dus ja, ik hoop op een hele leuke en mooie wedstrijd. Wat voor wedstrijd kunnen we verwachten? Op en neer gaan de wedstrijd, denk ik. Twee teams die van aanval houden met veel snelheid, beide voorin, zoals zij als wij. Dus ja, het zal een opgaande wedstrijd worden. En ik denk dat zij heel veel strijd zullen leveren, omdat ze weten dat ze moeten winnen vrijdag om nog mee te doen. Ja, voor ons weten we ook dat wij willen winnen om die titel te strijden. Dus dat zal, ik denk, een hele mooie wedstrijd worden. Je zal een goede dag moeten hebben. Je zal alert moeten zijn in de dingen die je doet. Je zal vast moeten zijn in de dingen die je doet. En Twente blijft een goede ploeg, dus er kan van onderschatting absoluut geen sprake zijn. Je zal gewoon zelf je eigen wedstrijd moeten spelen. En dan heb ik er natuurlijk alle vertrouwen in, maar het is wel een wedstrijd op zich. Komend weekend dus 2 klassiekers, die in de uitwedstrijd voor zowel de mannen als de vrouwen een overwinning opleverden. En dat is voor herhaling vatbaar. Ja, dan moet het maar een 6-punten weekend worden, absoluut.